Wat alleen minder begrijpelijk is, het zijn al die metaforen die Mark en Hugo er steeds bij halen. Ja, Hugo had dinsdag weer een nieuwe. Het is een ingewikkelde puzzel. En die hebben we samen te leggen. Het plaatje op de doos is duidelijk. Een samenleving die door vaccinatie beschermd is. Ja, dus nu is de crisis is ineens een puzzel, hè? Het was toch altijd een auto? Nee, het was altijd een marathon. Echt? Ja, kijk maar. Het is een marathon die we moeten lopen en dus moeten we een beetje op elkaar passen. Oké, het is een marathon, dus lange adem. Ja. Het is eigenlijk een marathon van allemaal sprints achter elkaar. Marathon van sprints? Oké, nee, niet marathon, we zijn aan het sprinten. Ja. En dan? Daarna volgt een nieuw weegmoment en dat is feitelijk een T-splitsing. Oké, dus we rennen een sprintmarathon naar een T-splitsing. Maar dat is dus precies het kruispunt waarop we nu staan. Wow, oké, het is geen T-splitsing, het is een kruispunt. Maar wacht even, nu snap ik niet meer. Waar staan we nu? Dat blijft de evenwichtsbalk waarop we met elkaar staan. Ja, een evenwichtsbalk. Een evenwichtsbalk, oké, maar we weten in ieder geval de crisis. Het is net als hardlopen. Ja. Want het is net als in de auto. Wat een auto. Het is toch een auto. Vandaar dat we werken aan een dashboard. Dashboard, auto. Oké, in de auto. En we sturen op het dashboard. Het is niet sturen op een dashboard, zou je kunnen zeggen. Het is altijd een beetje sturen op de achteruitkijkspiegel. Oké. We sturen op de achteruitkijkspiegel. Tuurlijk, levensgevaarlijk, maar hoe dan ook. Dit virus is als een auto. Ja. Dit virus is als een mammoetanker. Een mammoetanker? Wat? Maar dat is een boot. Ja, we varen in de mist, hebben we vaker gezegd. Oké, we varen in de mist, dus we zien helemaal niks. Nee. We varen op zicht. We varen op zicht? Oh ja, dat is van die dichte mist waar je makkelijk doorheen kan kijken. Maar goed, we zijn dus niet samen in de auto, nee. We zijn samen een boot. En vandaag zijn wij samen die dijk. Een dijk? Oké, maar dat herken ik wel. Hè? Ik ken wel het gevoel van dat we met z'n allen een dijk zijn. Ja. Veel mensen zullen het gevoel herkennen Precies. dat we de laatste weken in een achtbaan zitten. Een achtbaan? Wacht even. Een boot, een auto, een dijk, een achtbaan. Wat hebben we nog meer nodig? De hamer. Tuurlijk. Waarmee we het virus pas Tuurlijk. We gaan hamer. We zijn ineens aan het klussen. Oké, en dan? Bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Oké, ja. We zijn aan het klussen en we bouwen met elkaar als het ware een muur. Ja, en zo bouwen we eigenlijk met elkaar in de komende weken aan die gereedschapskist. Nee. We bouwen dus geen muur, we bouwen een gereedschapskist. Goed, maar we hebben een hamer. Hebben we nog meer dingen nodig? We gaan over 2 weken met elkaar de thermometer erin steken waar we staan. Oké. Een thermometer, tuurlijk. Ja. Gaan een thermometer erin steken. Hup, in de bips, toch? Ja, zo zullen we het doen. Dus we zullen over 2 weken inderdaad weer de pijlstok erin steken. Een pijlstok? Een thermometer vind ik oké, maar een pijlstok, nee. Maar wat gaat er nou naar binnen? Een thermometer, of is het een pijlstok, of is het een... Is dat een hockeystickbeweging die je wil? Nee, dat is zeker niet een hockeystickbeweging die ik wil. Nee, helemaal niet. Maar oké, eventjes samenvattend, hè. Om het allemaal te begrijpen. We rennen in een auto, op een boot, in een achtbaan, op een dijk, op een evenwichtsbalk. Ja, en dat allemaal op een puzzel. Ja, met een hockeystick in onze reet. Ik zie door al die metaforen het virus niet meer, joh. Nee, maar dit kan toch duidelijker, hè? Ja, dit moet toch duidelijker kunnen. Hoe doen ze dat in het buitenland? Nou, laten we eventjes kijken naar Angela Merkel deze week. Sollen alle contacten die niet absoluut notwendig zijn, wirklich reduceren en meiden. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Kijk, dit is geen enkele metafoor, ja. Geen enkele beeldspraak. Heel simpel, blijf thuis met kerst, anders gaan opa en oma dood. Ja, want dit is een veel duidelijker beeld dan dit.